Afrikanen gingen mensen stelen en roven in Afrika. Ze gingen gewoon in het dorp, ze schoten allerlei mensen dood en ze namen dat hele dorp mee. De transatlantische slavenhandel begint in de 16e eeuw. Met slaven valt veel geld te verdienen en ook Nederland wil een graantje meepikken. Er ontstaat een lucratieve driehoekshandel tussen Europa, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika, inclusief het Caribische gebied. Schepen vertrekken uit Amsterdam, bomvol met handelswaar, vuurwapens, buskruid, ijzer en textiel. Die spullen ruilen de Nederlanders voor slaven. Hele dorpen worden door Afrikaanse handelaren met veel geweld overvallen. Daarbij nemen ze alle inwoners gevangen. Afrika is het eigenlijk nooit te boven gekomen, want ze namen natuurlijk geen oude zwakke mensen. Ze namen jongen. Als het al je sterke, jonge, gezonde mensen worden weggehaald, ja, wie blijft er dan voor jou over? Met honderden gaan de mensen de donkere scheepsruimen in voor een maandenlange overtocht naar Amerika. De omstandigheden zijn erbarmelijk. De slaven zijn geketend en krijgen amper eten en drinken. Velen sterven onderweg. 15% overleeft de reis niet. De overlevenden moeten onder beestachtige omstandigheden werken op plantages in het Caribisch gebied, Suriname en Amerika. Op de terugtocht naar Nederland vullen de schepen hun ruim met wat tot slaaf gemaakte Afrikanen op de plantage verbouwen, zoals suiker en katoen. Rond het jaar 1700 zijn slaven het voornaamste Afrikaanse exportproduct. In 1863 komt een eind aan de slavernij in de koloniën van Nederland. Hoeveel Afrikanen gedwongen naar de Amerika's zijn afgevoerd is niet precies bekend. Schattingen variëren tussen de 11 en 20 miljoen mensen. Naar schatting heeft Nederland rond de 550.000 mensen verhandeld.